Morgen gaat het dan echt gebeuren. Stand-up comedian en cabaretier Jacob Spoelstra treedt in zijn eigen woonplaats Dronthe op. Met, eh, met zijn eerste oudejaarsconferentie. Kuzellig heet het. En Jacob is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, morgen de grote dag. Zit de eerste rij vol met familie, vrienden, buren? Nee. Oh. Nee, die zitten op de vierde of vijfde of zo. Ja, ja maar nee. dus ik wou er niet voor zitten nee? nee? Voor jou niet of zelf niet? Nee, zelf ook niet. Nee, maar dat vind ik zelf ook niet. Uh, ik, ik praat dan wel eens met mensen op de eerste rij. En uh, ja, als ik dan vraag wat voor werk doe je, dan is het raar als mevrouw ze zeggen, dat weet je zelf wel. Ja. Dus, ja, je kan wel een hele grappige situatie anseneren dan Ja, maar... het kan wel, in principe ja. wel. Maar ik, ik hou het liever wat spontaan. Het ja, ja. Ja, is een morgen in de Kleine Zaal, helemaal ja. uitverkocht. Ja. Is het spannend? Ja, ja, zeker is dat spannend. Uh, ik sowieso leuk dat het uitverkocht is. Dat is uh, altijd leuk. En uh, ja, eigen woonplaats is wel, uh, is wel anders. Er zitten meer mensen uh, die je ken uh, dan normaal. Zeg maar. ik, en, ik, vind uh, ja, ik vind het eigenlijk. Ik vind heel leuk dat ze er zijn, maar liever niet eigenlijk. Maar goed, als je het rond ontkom speelt, dan kom je er niet aan. Het maar toe. zie je dat ook heel erg als je op het podium staat? Ja, ik zie wel uh, vooral. Uh, de eerste paar rijen zie ik wel. Daarom ook dat, dat ik tegen mijn vrouw en kinderen heb gezegd, ga maar in ieder geval achter rij 4. Daarachter ja. wordt het uh, wel En ja. Nou ben jij in het dagelijks leven werkzaam voor een IT-bedrijf. Ja. Dat is natuurlijk ook al lachen, gieren, brullen, maar ja, in, je tijd, uh, is, uh, ja, in je vrije tijd... Dat is grote lol. In je vrije ja, tijd, dat stelt op, het ja. lijkt zo'n contrast. Um, nou ja, in de IT kun je ook wel heel veel lol onderling, ik bedoel, jullie hebben hier toch ook heel veel lol onderling, dat kan ook. Ja, ja, niet, ja, ja. Uh, ja. Of is het gewoon keihard werken? Ook, nee, toch? Ook, ja, ook, ook. Ja, ja, nou, dan maar kijk je er niet op. Ja, het is, wel <laughs> een, het is wel een, 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 een contrast natuurlijk. Uh, ja. je, je werkt in de IT, word je niet altijd geacht grappig te zijn. Toets, nee, dat... nee, vooral niet als, als je computer is vastgelopen en je belt iemand van de IT-afdeling nee, als die een grapje gaat grap maken. Uh, nee, uh, foute boel. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, maar, en, en is dan stand-up comedians een uitlaatklep voor jou? Ja, uitlaat, ja, meer passie. Ik denk, ik denk dat dat het meer is. Ik, uh, ik hou van grappen maken. Dat is, uh, en hoe lang doe je dat al op een podium? Uh, Zo'n 15 jaar, denk ik. Volgens mij ben ik op mijn 35 begonnen. Ik ben een beetje laat begonnen. Maar. Uh, Jaar. Wat gebeurde er dan rond je 35e dat je dat ineens ging doen? Nou, dat had ook wel een beetje te maken dat ik hierheen verhuisde. In Dronten? In Dronten, ja. Ik woonde altijd in het noorden, eerst in Friesland, later in Groningen. En daar heb je niet heel veel plek voor stand-up comedy. En ja, in, in Almere ben ik toe gaan wonen. En nou ja, er zit Amsterdam in de buurt. Amsterdam heb je best wel veel open podia. Dus daar is de, de drempel veel lager. Plus, ik kwam erachter. Dat toen ik in Almere kwam wonen, dat mensen ook uh, uh, heel makkelijk om mij lachten. M makkelijker nog dan toen ik in uh, het noorden kwam wonen. Ligt dat Had aan de gewoon... mensen die er wonen? Nou ja, misschien aan mijn accent, ik weet het niet. Of, uh, maar dan, dan zei ik iets gewoon tijdens een vergadering. En dan ging iedereen lachen. Dan dachten we ja, maar dit bedoel ik serieus. <laughs> En dacht van, nou ja, als het zo makkelijk is, dan kan ik het ook wel op het podium. Ja, proberen. wat is dat dan? Ja, nou, als we je hier zo meemaken, dan denk ik altijd vast een beetje dat je zo droog bent. Ja, dat misschien dat vinden ze hier in het Westen wel leuk. Ja, ja. <laughs> ja. ja. zij, zij heet droog. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Um, ja, je doet dit dus nu 15 jaar. Maar heb je dan niet inmiddels iedere grap gemaakt die er is? Nee, er komen elke keer weer nieuwe grappen. Dat is wat je met Comedy, kijk, als je in een band zit, dan heb je je, hebt je eerste jaar al een vette hit, die kun je vijftien jaar lang uh, doorspelen. Sterker nog, als... Uh... Als je hem niet speelt, dan worden mensen boos. Maar de comedy is precies andersom. Als je twee keer dezelfde grap vertelt, dan worden mensen boos. Ja, hoe, hoe, ga, hoe zijn jouw sets? Gaat het over uit het leven gegrepen of uh, gaat het over je gezinsleven? Wat, wat heb jij voor ja, niche gevonden? Dat vind ik het zelf het leukste om te doen: gezinsleven, uh, dicht bij huis. Uh, dat vind ik interessanter uh, dan uh, grote wereldproblemen. Het is natuurlijk wel raar, we gaan een doen, maar... Uh, ja, ik, ik, ik ja. wilde vragen hoe zit dat dan? Gaat het ja, dan alleen maar, alleen maar je over kunt je ook, gezin? Wat ik achter wel ben gekomen is dat je het ook heel makkelijk naar je eigen situatie kunt draaien. Noem eens een voorbeeld. Uh, nou, uh, de, 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 de Brexit bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is eigenlijk een heel uh, uh, klinisch iets. Maar wat je wel heel duidelijk ziet, is dat je twee partijen tegenover elkaar hebt. Die gewoon de ene zegt ja, ik wil rood. En de andere zegt nee, ik wil groen. En dan, dan komt er een compromis met rood en groen. En, zeggen, en de ene partij zegt ja, maar het is niet helemaal rood. En de andere partij zegt ja, maar het is niet helemaal groen. En ze gaan weer uit elkaar. Maar dat kun je ook heel makkelijk op je gezin betrekken, want in het gezin heb je precies hetzelfde. Als je, ik noem maar iets, op vakantie gaat, de kinderen die willen hele andere dingen dan de ouders. Maar ja, je moet je je als als je Boris moet, Johnson moet je precies, dan optreden. Precies, als een ja. Boris Johnson moet je dan uh, optreden, eigenlijk? Nou, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk mijn punt. Je moet niet als een Boris Johnson, Want dan wordt het geen leuke vakantie. <laughs> je zult ergens een compromis moeten sluiten. Ja. Dus de ene keer dit doen en de andere keer dat. En dat vind ik interessanter en leuker. En ik merk ook wel dat uh, uh, mensen dat ook vaak leuk vinden. Ik had in het begin van het jaar had ik een heel stuk over. Uh, of toen ik met Tri-Auto begon in september. Dat ik een heel stuk uh, over uh, Thierry Baudet... Maar je ziet, de, men, de mensen hebben er helemaal geen zin in. Die vinden... Uh, uh, ja, in een andere manier... Uh, uh, ze hebben geen zin in Thierry Baudet? of, of ook... geen, Dat zou ook kunnen. De, uh, maar ik vind het dan weer veel interessanter hebben... over de mensen die op Thierry Baudet stemmen. Mm -hmm. Want Thierry Baudet, die is... Uh, uh, die bestaat bij de gratie van dat er mensen op hem stemmen. En dat vind ik grappiger eigenlijk dan Thierry Baudet zelf. Hmm. Komt hij nog wel voorbij? In de nee, een... ik heb hem er helemaal uitgehaald. Maar ja. nou, daar dat kwam ik ook wel achter. Uh, nou, ik wist het wel, ik, ik, ik schrijf ook wel eens voor andere comedians uh, voor de conference. En dan kom je daar eigenlijk achter dat uh, voor september telt amper. Dat mensen vergeten alles. Uh, en als je. en het stom is, want ik ben het hele jaar al bezig met schrijven. maar als je uh, halverwege het jaar had gezegd. waar gaat het jaar over?. Dan hadden mensen gezegd: ja, de opkomst van Thierry Baudet. Maar dat speelt nu helemaal niet. Hoe zeggen ze weer Thierry Baudet ook alweer? Ja. ja. <laughs> ja. Oh ja, die. Uh... Ja die zakt weer, toch? Zeggen ze dan. Ja, die auto Minerva is ergens weggevlogen. Ja, precies. Die ja. is weer opgestegen, <laughs> opgestegen volgens mij. Nou, nou heet de conferentie Gezellig. Dus ja. K-E-Z-E-L-L-I-G. Ja. Wat is Gezellig? Ja, het is gezellig op zijn vries. O oh, ja, oké. Okay. Ja, ja. ja. Waarom heb je het zo genoemd? Nou, ik, ik, ja, dat, ik vind een oudejaarsconferentie hoort uh, gezellig te zijn... En, uh, dat is, dat zo? is dat zo? Ja, vind ik wel. Moet ook niet ja. een beetje prikkelen? Uh, ja, maar prikkelen kan ook uh, gezellig zijn. En hoe maak je een oudersconferentie gezellig? Uh, door, uh, door leuke grappen erin uh, en een <laughs> leuke sfeer <laughs> ja, te creëren. Ja, ja. ja het ja. is niet zo moeilijk. Je kunt een hele uh, moraal erin uh, stoppen, dat kan natuurlijk. Maar dat ga je dus niet doen? Nee, dat ga ik niet doen. Hmm. Nee. Nou, je bent door de christelijke Netflix, zullen we maar even zo ja. omschrijven, een nieuw Faith uh, Network gevraagd om deze eindejaarsconferentie te schrijven. Laten we daar zo eventjes over verder praten, hoe ze bij jou gekomen zijn. José, ja. Feliciano, feliz Navidad. Ja, we zaten de tekst van dit uh, nummer al een beetje te analyseren. Uh, ook uh, met onze gast Jacob Spoelstra. Hij vond het wel geweldig, hè, die tekst? Ja, dat is een goede tekst. Ja, uh, vier, we, we hebben net geteld toch? vijf regels. Ja, ja, mij. Ja, en ja, dat, uh, ja. Zes keer herhaald. Ja, dus, en dat. Uh, uh, maar in tweetalig, dat is natuurlijk wel heel knap. Dat is fantastisch, ja. duurt, duurt ruim Drie minuten. José Feliciano met Feliz Navidad. Jacob Spoelstra staat morgen in een uitverkochte zaal in de Meerpaal. Hij treedt daar op met zijn oudejaarsconferentie gezellig, gezellig, maar dan op zijn Fries Gezellig. Uh, Jacob, uh, ja, je bent door de christelijke Netflix, zullen we maar even zo noemen, New Faith Network, gevraagd om deze eindejaarsconferentie te schrijven. Hoe kwamen ze nou bij jou terecht? Uh, ja, ik, uh, ik ben zelf christelijk uh, en, ik heb, ik, en, en daardoor treed ik ook af en toe wel... Bij uh, bepaalde christelijke events. Eeuw Jongerendag heb ik gedaan. Nederlands Zingdag. Uh, nou, nog een paar van die grote dingen. Is, is het en, dan ook specifiek christelijke stand-up? Of dat hoeft niet? Uh, nou, eigenlijk helemaal niet, nee. Nou, het enige wat wel... Dat, is, dat heb ik... Uh, want ik heb niet echt uh, christelijke items in mijn show. Uh, maar wat ze wel heel uh, belangrijk vinden... En dat was bij ons vroeger. Nou, wij keken nou, vroeger ook altijd naar oudejaarsconferences. En wij keken altijd uh, ongeveer... Twee à drie minuten keken we. En dan ging je uit, want er werd er uh, gevloekt, zeg maar. En vervolgens was de hele sfeer van de avond weg. <laughs> Iedereen boos en zag er reinig. Dus uh, uh, ik heb wel een. Uh, een uh en dat was bij ons thuis zo altijd. Als, als, als er werd gevloekt, ging je uit. En als er blote op kwamen. Dat waren de twee items. Dus ik heb gezegd: ik ga een conferentie maken waar niet ingevloekt worden en waar geen blote op Ja, is. dus je houd je shirt aan. Ik hou mijn shirt aan, ja, <laughs> dat beloof ik. Ja, ja. ja, eh, ja nou, maar goed, ze kwamen dus bij jou terecht. Ja. En dan moest je lang nadenken: van, ga ik daar juist ja, zeggen? Ja, en ik kan wel, om, uh, Wat ik net ook al zei: van, uh, dit is, ik, ben niet, ja, ik schrijf wel voor anderen. Voor, uh, over actuele dingen, maar zelf doe ik het uh, eigenlijk niet. Want aan de ene kant vind ik het ook een beetje jammer. Want je, uh, je maakt een grap en drie weken later is die grap weg. Ik vind het leuker om een grap te schrijven waar ik gewoon twee jaar lang mee kan toeren. En uh, dus dat had ik aan de ene kant. Aan de andere kant had ik ook zoiets van, ja, nou, het is ook wel weer een, uh, een uitdaging om er eentje te maken. En als ik veranderen kan schrijven, dan kan ik het ook uh, zelf doen. Ja, de eerste try-outs heb je achter de rug. Ja, ik heb... Uh... Ik heb er nu zes of zeven gehad. Ja. Ja, sneuvelt er dan veel materiaal? Ja, ja sneuvelt altijd wel uh, Hoe, veel hoe doe je dat? Als er niet gelachen wordt, dan gaat het eruit. Ja, of niet gelachen. Of, of, uh, ja, wat er wel, wel gebeurt is dat sommige grappen uh, gewoon outdated uh, raken. Omdat, uh, uh, ik noem het iets met uh, Schiphol. Ja. Uh, een piloot die op de verkeerde knop drukt. Je ziet dat hij de, de, dezelfde week heel goed werkt. Maar hoe langer het duurt, des te. Dan op een gegeven moment vervaagt die graf. Dat is toch ook wel erg? Dus kennelijk is het uh, geheugen van je publiek ook heel ja, kort. Ja, ja. Ik heb ook uh, in, de, in de show, zeg ik, van we hebben dit jaar een, uh, een grote aanslag gehad in Nederland... En nu moeten jullie ook naar... Ja, ja. ja. ja nou, ja. maar dat vind ik raar. vind ik raar in Utrecht. Er zijn, uh... oh, ja, dit is Ja, hier is het. Ja, oh. ja. nou, nou dat precies. Dat, uh, zelfs zo'n gebeurtenis, dat, uh, dat Ja, je verdwijnt. hebt gelijk. Ja, ja. Ja. Maar, maar ja. Ja, dat komt misschien wel omdat er zoveel gebeurt. Nou, dat klopt ook. En, en, uh, oh, en ik denk ook inderdaad, als er iets gebeurt... en vervolgens gebeurt er iets anders... dat het andere gewoon even weggeveegd wordt. Ja. En dan uh, vergeet je dat. Maar als je het dan weer vertelt, zeg maar zo... Oh ja, maar hoogste ja, ze zeggen zeg, of was dat dit jaar? Ja, of was dat ja. dit jaar? Maar je maakt toch geen grap over die aanslag? Hm. Nee, <laughs> maar het komt er wel in voor. Ja, ja. Maar ook hier geldt weer voor dat, dat de, de reactie uh, over de aanslag zelf kun je. Je moet altijd kijken wie is, wie is het slachtoffer van de grap. En dat moet nooit het slachtoffer zelf zijn, zeg maar. Maar je, eromheen gebeuren wel allemaal dingen. En hoe mensen erop reageren, dat vind ik wel leuk om aan te pakken. Ja. Ja. Uh, de de, de, de conferentie wordt ook dus geregistreerd door, uh, uh, door, door de Christelijke Netflix. Ja. Ik, ik, het is in het Engels, dus ik vind het een beetje lastig om uit te spreken. Ja. Uh, laten we het maar even zo noemen. Crucifix, uh, zeg ik altijd. Cru <laughs> <laughs> wat, uh, ja, wanneer Vanaf wanneer kunnen mensen dat gaan bekijken? 28 december om 10 uur uh, komt hij ervoor. Is het al opgenomen? Ja, hij is vorige week opgenomen. En dus wat... Er moet niet te veel meer gebeuren. Nee. Nee. Nee, ja. maar is dat, uh, ik heb een paar gokjes gewaagd en tot nu toe vallen de gokjes goed uit. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Uh, okay. Ja, want ik vraag me dan wel af, uh, is dat extra spannend als er zo'n camera op staat? Want dat gebeurt ja. natuurlijk ook niet uh, bij nee, de nee, show dat, die je doet. Dat maakt het wel extra spannend. En uh, uh, we hebben hem ook in één keer opgenomen. Dus dan uh, moet het ook wel uh, goed gaan. Ja, morgen dus op de plank in dront. Er komt dront eigenlijk zelf voor in de voorstelling. Morgen wel. Dit ja. even een speciale editie voor, Ja, nou, uh, thuis ik, ik probeer het altijd wel. Als ik, uh, bij de opnames heb ik het, denk ik, volgens mij heb ik het toen niet gedaan. Maar eigenlijk overal waar ik speel, dan probeer ik het wel ook een beetje in te kleden van uh, ja. uh, waar ik op. Is dronten grappig? Uh, nou, ik denk dat juist de grap van dronten is dat. Het is, ja. Een beetje klein Almere, natuurlijk. Ja, nu zou ik weer heel veel mensen beledigen. Maar, uh... <laughs> Er gebeurt tegenwoordig wel heel veel. Toen, ja, dat door, klopt. toen de, is dat zonder. Ik heb zelfs laatst toeristen in Dronten. Ja. Dus, uh, iedereen wou <laughs> ook met ze op de foto. Het dus, hele event was dat. Ja, ja goed. Daar, wel genoeg materiaal dan in Dronten. Ja, ja. ja. Nee, maar overal is materiaal van te maken. Ja. Nou, smaakt het eigenlijk naar meer? Wil je volgend jaar ook weer zo'n uh, nieuwjaars- of uh, oudejaarsconferentie? Uh, nou, houden? ik mag het eigenlijk nog niet zeggen, maar uh, ik, er zijn al theaters geboekt voor volgend jaar. Dus, Oh, ja. nou dat klinkt goed. Ja. Uh, ja, nou hierna ga je na de, dit programma ga je door naar Amsterdam. Ja. Ja, wat ga je daar doen? Ga ik ook een uh, comedy-optreden geven. Dus een, een dinnershow is dat. Dat is wat kleine, 20 minuutjes. Dat doe ik ook wel uh, veel. Ja, hoe vaak treed je eigenlijk op? Uh, tussen de 80 en 100 keer per jaar. Zo ongeveer. Ja, ja. ja. ja dus naast je werk als IT-er? Ja. ja. Een druk bestaan? Ja, maar je hebt. Je hebt het ook wel een beetje nodig. Als je, je, je kunt niet een paar keer per maand optreden of zo. Dan, dan... Raak, je uit je ritme. raak je uit je ritme. Dan raak je uit je ritme. Dan kun je materiaal niet goed aanscherpen. Dus ja, je hebt het eigenlijk echt wel nodig om zo vaak op te treden. Succes morgenavond. Ja, dankjewel. Jacob Spoelstra.